Boom! Hommelen op. Vuur. De trainingsperiode Red Condor die we hier met het derde bataljon parachutisten hebben uitgevoerd de voorbije 2 weken kadert in het opwerktraject van 3 para als Special Operations Battalion. Aangezien wij in 2025 stand-by zullen staan voor de nieuwe snelle reactiestrijdmacht van de NATO. Phoenix, dus de finale oefening, is eigenlijk het sluitstuk van deze trainingsperiode waarbij de 22e compagnie getraind wordt in een aantal tactische procedures. We zijn al een tweetal weken in Wales ondertussen voor de trainingsperiode in zijn geheel. We hebben begonnen met de Small Unit Tactics en we bouwen ze op naar niveau compagnie die nu getraind wordt in de Phoenix en beoordeeld in de Phoenix. En fait, là, on est en exercice, on va subir une attaque dans la foulée de la nuit. On a fait des gardes 4 heures, 2 heures de garde, 4 heures de repos. C'est ça qui me plaît vraiment, le fait d'être déployé en parachute, la discrétion, progresser dans la nuit, aller là où les autres ne vont pas, donc c'est vraiment le dépassement de soi, toujours se pousser. J'aime vraiment bien la mentalité. Het is een uitdagende job, zeker geen gemakkelijke job. Die veel vergt, veel eist, maar anderzijds ook zeer grote voldoening geeft en aan de kandidaten of de jonge paracommando's ook de mogelijkheden biedt om zich zeer sterk te gaan specialiseren in het verschillende domeinen van verschillende wapensystemen, medische skills en noem maar op.